het hele Pieterpad lopen in 16 dagen in je eentje. Voor de meeste mensen is dat al een uitdaging, maar voor Wenneke Kempenaar al helemaal. Ze is slechtziend en wil zichzelf met deze tocht bewijzen en geld ophalen voor het goede doel. Het Pieterpad. Ruim 500 kilometer van het noordelijkste stukje van Groningen tot aan de Sint-Pietersberg in de Limburgse Maastricht. Voor Wenneke is het een hele uitdaging. Ze heeft een erfelijke aandoening waardoor ze nog maar 10% ziet. Ze zal gelukkig nooit blind worden, maar door deze afwijking kan ze niet scherp zien en geen kleuren meer onderscheiden. Ondanks haar aandoening is wandelen een van haar hobby's waar ze dan ook enorm veel plezier uithaalt. Wenneke is al goed onderweg. Ik liep een stukje van de route in Groesbeek mee. Ik hou gewoon heel erg van wandelen. En ik had zin om een keer een echte lange wandeling te maken. En dat is het Pieterpad, dus 500 kilometer. Maar ik vond het ook wel leuk om er iets aan te verbinden. Om mezelf te motiveren, maar ook anderen te motiveren. Tot nu toe gaat het eigenlijk goed. Hoewel ik in de bossen af en toe even moest spoor zoeken. Daar waren de markeringen niet heel erg goed. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ik heb op mijn telefoon een GPS. En daarmee kan ik zien of ik goed op de route loop. Maar je moet vooral rustig blijven en niet er binnen kraken. Wenneke loopt de tocht helemaal alleen. Zonder blinde geleidestok of hond. Ik moet eerlijk zeggen dat zonder mijn telefoon zou ik nergens zijn. Want ik maak heel vaak foto's van dingen zodat ik ze kan vergroten. Ja. Ik kan nog genoeg zien om niet een stok te hoeven gebruiken. Vind ik eigenlijk ook wel fijn. Want zo'n stok is ook heel snel stigmatisering. Als je hem nodig hebt, heb je hem nodig. Hè? Dat is niet dat ik dat daarmee wil zeggen. Maar zolang je hem niet nodig hebt, helpt het je gewoon ook in dat andere mensen ook zelfstandig naar je kijken. En Wenneke haar doel? De Sint-Pietersberg halen met zoveel mogelijk geld voor het oogfonds. Ik heb natuurlijk twee doelen. De ene is gewoon echt een persoonlijk doel. En dat is dat ik gewoon mezelf wil laten zien dat ik dit zelfstandig kan. Met hulp van wat kleine digitale hulpmiddelen. Maar de andere is echt geld ophalen voor het oogfonds. Zodat er meer onderzoek kan worden gedaan naar oogaandoeningen waar nog niks aan te doen is.